Céline Dion maakt comeback tijdens de opening van de Spelen en zorgt voor. Céline Dion weet te imponeren tijdens de opening van de Olympische Spelen. De internationale muziekscene kwam in opwinding door het nieuws van de comeback van Céline Dion tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Haar verrassende optreden wekte zowel bij fans als critici een vergrote interesse. Dion, die in het verleden om gezondheidsredenen een pauze had genomen, verscheen met haar onmiskenbare stem en podiumaanwezigheid. Volgens berichten heeft ze het publiek geboeid met haar aanwezigheid en haar stem, die bekend staat om emotie en kracht. Haar optreden werd als indrukwekkend beschreven en veel toeschouwers waren enthousiast over haar terugkeer op het grote podium. Tijdens haar optreden zong ze een van haar bekendste hits die het publiek ontroerde tot tranen. Er werd gemeld dat Dion tijdens het optreden de verbinding met haar publiek zocht en het gevoel gaf dat ze ondanks haar afwezigheid nooit echt van de radar is verdwenen. Critici en fans waren het erover eens dat ze de unieke gave heeft om met haar stem verhalen te vertellen en emoties over te brengen. Dion zelf heeft in latere interviews benadrukt dat het een eer voor haar was om te mogen optreden bij zo'n belangrijk evenement. En dat de woorden van eenheid en saamhorigheid juist vandaag een betekenisvolle boodschap zijn. De vraag hoe Dions optreden in de geschiedenis van de Olympische Spelen zal worden herinnerd, blijft spannend. Muzikale optredens hebben altijd een centrale rol gespeeld bij de opening van de spelen, maar Celine Dions terugkeer zal zeker als een mijlpaal herinnerd worden. Veel mensen kijken ernaar uit hun muzikale reis voort te zetten en hopen op verdere optredens in de nabije toekomst. Over het algemeen heeft Céline Dion's comeback tijdens de Olympische Spelen niet alleen haar eigen fans blij gemaakt, maar ook het publiek wereldwijd geraakt. De kracht van muziek, gekoppeld aan de emotionele momenten van de sport, hebben deze avond gevormd en zullen waarschijnlijk in de gedachten en harten van de mensen blijven. Dion bewijst dat ze, ook na een langere onderbreking, niets van haar magie heeft verloren. En dat ze nog steeds een van de grootste stemmen van onze tijd is. Auteur Anita Vaken, zaterdag 22 juli 2024.